Een primeur voor Nederland. Sinds maandag zijn daar de allereerste pop-up zegels ter wereld te koop. PostNL ontwikkelde de twee 3D-postzegels ter gelegenheid van de Kinderboekenweek. De zegels zijn geïllustreerd door Fleur van der Weel, die ook de tekeningen voor het prentenboek van de Kinderboekenweek maakte. Het is een pop-up zegel geworden. Oh, ik moet hem eigenlijk eerst dicht houden. Want als je deze zegel per post krijgt, is hij dicht. En nou is de verrassing dat er een lipje aan zit. En als je daaraan trekt, dan ontstaat er opeens een nieuwe wereld. Voor de illustratrice was de opdracht om twee postzegels te ontwerpen een droom die uitkwam. Dat is echt een van de dingen die je het allerliefst wil maken als illustrator. Het is zoiets fijns, iets kleins, iets wat staat. Het gaat op een envelop dadelijk, het gaat de wereld over. Op 2 oktober kreeg Van der Weel de zegels officieel overhandigd door Arno van Bijnen van PostNL. En dat gebeurde tijdens het kinderboekenbal in Amsterdam. Wow. PostNL is heel erg bezig met innovatieve producten en vindt het belangrijk om iets nieuws te ontwikkelen. Eigenlijk meer qua vindingrijkheid. En 3D was iets helemaal bijzonders, dat we dachten dat past nou eigenlijk in het nieuwe. En het mooie is dat zeker met kinderen te doen tijdens de kinderboekenweek. Dus vandaar we dachten, laten we iets nieuws verzinnen, wat helpt en zeker de postzegel op de kaart houdt. En dit is hem geworden, dus prachtig. Zo'n mooie postzegel, zo bijzonder. Die opdruk, dat pop-up gebeuren. Echt een unieke wereldprimeur. Bij de gasten op het kinderboekenbal vielen de pop-up zegels in de smaak. Wat vinden jullie van de kinderpostzegel? Ik vind het heel erg leuk en ik vind het heel mooi gemaakt. Ik ken eigenlijk alleen maar normale postzegels. Deze vind ik wel heel bijzonder. Het is heel mooi getekend en je kan het uitvouwen en het is heel leuk en dan komt er een ander plaatje. Het postzegelvel Kinderboekenweek 2012 is verkrijgbaar bij de Bruna en online via de website Collectclub van PostNL.